Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 15 watt. Ortho Laser Master 2 natuurlijk, 15 watt. En vandaag gaan we een hele bijzondere video doen. Iets wat ik al een tijdje in voorbereiding had, maar wat ik niet kon doen om één simpele reden dat ik zeg maar het materiaal wat ik wilde gaan gebruiken niet aanwezig had. Ik ga het even laten zien. Hé, hey, wat is dat nou, zou je zeggen? Even van dichterbij laten zien. Dat lijkt wel toner van een tonerprinter. Is het niet, maar het lijkt er wel op inderdaad. En we hebben nog een kleurtje. Dat is nog iets meer zilverder. Maar dat zijn niet de kleuren die ik vandaag ga gebruiken. Wat ik vandaag ga gebruiken, en dat is veel beter zichtbaar in dit potje, is namelijk gifgroen. Wat is dit, lieve mensen? Het is dus geen toner van een een printer voor de PC. En dan bedoel ik een laserjet printer. Wat het is, en daarvoor wil ik Mark bedanken en de firma waar Mark voor werkt. Ik ken de firma niet. Ik heb gelukkig wat lekkers voor ze meegegeven. Mark, hartstikke dank. Het is namelijk een poeder wat gebruikt wordt voor poedercoating. Poedercoating is de methode om zeer slagvaste verf aan te brengen. Met behulp van, zover ik weet, in elk geval hitte en behoorlijk hoge druk, dacht ik. En ik heb op het YouTube kanaal van anderen gezien dat men met poedercoatpoeder kleur kan aanbrengen op hout door middel van lasergraveren. De meeste van die video's die ik daarover gezien heb, die gaan over het werken met een CO2 laser. Nou, die heb ik niet. Ik heb een diode laser en nog niet eens een supersterke. En dat betekent dat er flink wat tests nodig zullen zijn, of misschien ook wel niet, maar in elk geval tests nodig zullen zijn om te kijken hoe dit werkt en met welke settings dit werkt. Ik kan wel een heel klein beetje het procedé alvast uitleggen. En daarna gaan we in Lightburn kijken, want ik heb het ontwerp al gemaakt. Maar dan ga je zien wat ik daar ga doen. Wat we gaan doen is het volgende. We gaan een aantal cirkels laseren. Zodat we gewoon op een plaat met hout, gewoon goedkoop timmerhout van de Gamma, 3 mm dik. Dit is een beetje waaibomenhout, maar is wel heel erg makkelijk om te laseren met bijvoorbeeld mijn laser. Als ik een wat sterkere laser zou hebben gehad, had ik misschien wel iets beter hout genomen hiervoor. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Ik ga dus 8 cirkels laseren. En in die 8 cirkels, als die gelaserd zijn, ga ik die plaat van het bed afhalen. Maar let op, hier is een hele belangrijke, iets heel belangrijks wat je in de gaten moet houden. Je moet namelijk die plaat op exact dezelfde plek terug kunnen leggen. Dat is essentieel en anders gaat het niet werken. Want namelijk wat we gaan doen, we gaan die plaat eraf halen. We gaan die plaat voorzien van die powdercoat poeder. En dan gaan we hem terugleggen op exact dezelfde plek. En gaan we nog een keer diezelfde 8 cirkels, dus als het ware over de eerste afbeelding heen laseren. En dat gaan we met natuurlijk bepaalde settings doen. Om die powdercoat poeder zeg maar ook werkelijk tot verf te laten worden. En als we dat goed doen en we hebben de juiste settings te pakken, dan zullen we er een cirkel bij hebben die keurig lichtgroen is, oftewel gifgroen is. En dat kunnen we dan later ook in een afbeelding gaan doen. En ik heb daar een afbeelding van Snoopy gebruikt. Je kent hem wel, van Charlie Brown. Maar ik zal dus eerst moeten uitvinden hoe het met die settings zit. Vandaag dus het project om hout te laseren. Dat daarna opnieuw te laseren, maar dan met poedercoatpoeder om kleur in het hout te genereren. Wat ik ga doen, we gaan beginnen met je te laten zien in Lightburn, waar ik het ontwerp al gemaakt heb. Het is een beetje te lastig om dat, denk ik, hier online te doen. Van wat ik daar gedaan heb en wat we daar gaan gebruiken. Alvast een heleboel plezier. Zo, hier zijn we dan in Lightburn en we zien hier, weliswaar een beetje vaag,
al wat we gaan afbeelden. Om te beginnen, en dat kunnen we rechtsboven zien, en ik zal even inzoomen. Dan zie je een hele lading van snijden en lagen. Ik wil namelijk in deze video nog iets anders laten zien. Dat je eigenlijk, als je dat zou willen, je hele ontwerp in één venster snijden en lagen kunt doen. Ondanks dat je toch meerdere lasermomenten gaat doen. En ik kan je dat zo vertellen. In dit geval hebben we maar liefst... in elk geval 4 lasermomenten en eigenlijk zelfs 5 lasermomenten. Maar dat heb ik in één venster in snijden en lagen staan. Het eerste wat je ziet, en ik heb ze ook in de goede volgorde gezet. Het begint met een T2 hulplijn. En je ziet dat ik daarbij heb staan kader. Namelijk het eerste wat ik ga lezen zijn dus die 8 cirkels. En die zien we hieronder. En als ik op die... die T2-lijn gaan staan en ik doe klikken, dan zie je misschien dat zeg maar een, als het ware een rechthoek onderin oplicht. Dus die rechthoek onderin, dat is mijn eerste handeling die ik straks ga doen, want dat is het eerste stukje, dat zijn die 8 cirkels. Nou is die plaat steeds dezelfde plaat. En dus ik heb ook een tweede hulplijn gemaakt, maar dat is eigenlijk, dat is de T1 in dit geval... Die staat uit op dit moment, daar wordt dus niet gekadreerd, daar wordt geen kader omheen getrokken. Dat is straks als ik Snoopy ga lezen, want dat doe ik uit diezelfde plaat. De onderkant van die plaat is voor die cirkeltjes en bovenin die plaat komt Snoopy tevoorschijn en het uitsnijden van Snoopy. En dus de T1, dus de T2 is zeg maar het rechthoekje onderin rond de 8 cirkels. En de T1, dat is zeg maar als het ware de hele houten plaat als het ware. Dat is waar we het over hebben. Dan krijgen we de volgende. Dat is de groene, de C11. Die staat op lijn bij 1500 bij 60. Dat is namelijk de instelling die ik gebruik als ik deze houtsoort van een gravure wil voorzien. En die staat op output. Je ziet dat al die andere daaronder, die staan namelijk uit. Dat wil dus zeggen, als ik nu op dit moment deze settings gebruik, doet hij eigenlijk maar 2 dingen. Dat is een kader trekken om die T2... En het lezen van die 11. En wat is die 11 nou? Je kan dat ook weer niet goed zien, want ze staan over elkaar heen. Maar die 11 is eigenlijk die 8 cirkels daaronderin. Je zult zeggen van ja, maar die 8 cirkels die hebben toch 8 verschillende kleuren? Ja, dat klopt. Eigenlijk staat die afbeelding 2 keer over elkaar. En dat is 1 keer alle 8 cirkels in 1 keer. En dan straks al die cirkels met hun eigen kleurtje. Dus de eerste die wordt gebruikt straks, die ga je zo meteen zien, dat is simpelweg om de gravure te maken van 8 cirkels. Oké, als ik dat gedaan heb, ga ik dus die houten plaat van de laser afhalen. Opletten dus dat die op exact dezelfde plek terug kan worden gelegd en ik ga je straks laten zien hoe ik dat doe. Dan ga ik vervolgens die poedercoatpoeder in die gravurelijn aanbrengen. Ook dat ga ik je straks laten zien. Vervolgens ga ik hem terugleggen op de exactzelfde plek en dan gaan we die 8 cirkels, en die zien we hiernaast staan, alleen die staan nu staat er uit. Ja. Die 8 cirkels, die gaan we lezen en dat zijn dus de C00, de 01, de 02, de 03, de 04, de 05, de 06, de 07. En die cirkels, die doe ik met verschillende waardes. Je ziet dat ik begin bij 1700. Bij 40 power, 1700 mm per minuut en 40 power. Dan 1700 mm per minuut en 50 power, 1760 power. Vervolgens 1540 power, 1550 power, 1560 power. En dan ga ik de 40 overslaan, want waarschijnlijk zal dat gewoon te weinig zijn. Dan ga ik naar 1200 bij 50 power en 1200 bij 60 power. Waarom doe ik dat? Ik moet namelijk de setting vinden waarop dit materiaal op de beste manier... tot verf verwordt. Dus die lijn gaat inkleuren. En dat moet ik gaan ontdekken. Dat kan ik nu nog niet zeggen welke setting dat gaat zijn. Dus die 8 lagen tot en met C07... Ja, is in feite het inkleuren van de cirkels onderin. Ik ga even naar beneden schuiven daar. Dat is de onderkant. Daarna gaan wij die opties... Overigens moet je in die tussentijd wel even in de gaten houden. Dat is wel even heel belangrijk... Als wij gaan beginnen met die cirkels één voor één met die verschillende waardes allemaal te lezen, hoeven niet één voor één, hè, die kunnen alle 8 tegelijk, moet ik natuurlijk wel even
die lijn bij C11 uitzetten. Want die heeft een hele andere waarde en die moeten we niet nog een keer gaan lezen. Dat is niet nodig, want we willen dus gaan lezen alleen om die power code zeg maar, te gaan aanbrengen in die lijn. En wat ook heel belangrijk is, want je ziet dat de air assist aanstaat. Nou, die moet sowieso uit, want mijn laser wordt niet aangestuurd door air assist op het scherm. Dus die ga ik zo meteen uitzetten. Bij het werken met poedercoat natuurlijk never nooit air assist gaan gebruiken. Dit is heel erg fijn stof. Heel erg fijne kleurstof die ook direct aan je vingers zit als je niet oppast. Ik kan je voorstellen als je daar lucht overheen gaat blazen, dan heb je alles onder zitten onder die kleur die je gaat maken. Dus geen air assist gebruiken bij deze optie. Dat is absoluut niet gewenst. Ik ga hem gelijk even uitzetten. Dan save ik even het object weer, want anders dan krijg ik daar straks alleen maar last van. Die air assist moet uitstaan. Oké. Okay. Op dat moment hebben we dus zeg maar die... Die cirkels allemaal gedaan en hebben we met een beetje mazzel vastgesteld welke setting we moeten gaan gebruiken om die verf goed in de lijn te laten smelten. Dan komen we bij de onderste drie, want de C07 dat was de achtste cirkel. Dus nummertje 808, dat is de grijze. Die staat op vullen. Dat is simpelweg Snoopy hier. Maar Snoopy... Met dezelfde waardes als dat ik zeg maar die 11 bovenin heb gedaan. Dat is namelijk degene die simpelweg de gravure aanbrengt in het hout. Niks anders, gewoon de gebrande gravure. Dus nog zonder kleuren. Prima. Daarbij gaan we natuurlijk wel gebruik maken van die andere kaderlaag. Dus die T1 hulplijn van deze. Ja. Staat nu dus uit, dus we moeten switchen. Dus als we daar naartoe gaan, moeten we bijvoorbeeld die bovenste uitzetten, gaan we die onderste aanzetten, enzovoort, enzovoort. Als we die dan gelaserd hebben, dan gaan we hetzelfde procedé weer herhalen. Plaat gaat eraf, oppassen dat die op dezelfde plek teruggelegd kan worden, en dan gaan we laag nummer 10 doen. Laag nummer 10 zie je van dat die een hele rare waarde heeft. Die heeft, dat is trouwens weer Snoopy, niks geeft, dat is weer Snoopy. Ja, maar nu dus Snoopy met de kleur. Met de powdercoat powder. Heeft hele rare waarde. 100 mm per minuut en een power van 1. Waarom? Om de simpele reden dat ik nog niet heb uitgevonden welke van de 8 cirkels de beste waarde geeft. En die waarde gaan we hier natuurlijk invoeren bij 10. Ja? Oké. Okay. Op dat moment zet je weer alle andere zaken uit. Je hebt alleen die aanstaan. Het enige wat je eventueel daarna nog aan mag hebben, dat is verder geen probleem. Dat is de 09, want dat is het feit dat hij hem gaat uitsnijden. Dus, het zijn in principe 4 projecten. Project 1, de rechthoek met de 8 cirkels die gewoon normaal gelaserd worden, gegraveerd worden. Project 2, dezelfde rechthoek met 8 cirkels, maar nu alle 8 cirkels met een andere waarde, maar dan ook ingezaaid met poedercoat poeder. En dat is dus gericht op het vinden van de juiste setting. Project 3. Is Snoopy laseren, maar gewoon op de normale manier, gewoon in hout laseren zoals we dat gewend zijn. En project 4, dat is Snoopy voorzien van de juiste kleur, dus wederom door die poedercoat aan te brengen, met de setting die we uit hebben gevonden bij die 8 cirkels, op die manier Snoopy nog een keer te laseren. En dan hopen we aan het eind Snoopy in kleur te hebben, natuurlijk. En als slot, dat kan dan een 5e project zijn, maar in principe denk ik dat ik dat direct in project 4 doe. Dat is dat Snoopy ook uitgesneden wordt. Nou, dit heb ik gemaakt, dit heb ik opgeslagen. Hij staat klaar om te beginnen met het project. We gaan richting de laser. Nou, ik heb hem uitgericht en ik heb hem gelaserd. En ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk te zorgen dat hij recht op die plaat hier op die hoek ligt. En dat is dan ook mijn guideline die ik ga gebruiken om te zorgen dat hij straks op de goede plaats wordt teruggelegd. Nou, de eerste stap is een vrij eenvoudige. Dat is het laseren van de 8 cirkels. En dat ga ik nu doen. En dan gaan we daarna zien wat ik doe als ik dat vervolgens met groene powdercoat poeder ga bewerken. Zo, het laseren van die 8 cirkels is klaar. Je ziet ze hier. Ja, wat ik nu ga doen, nu ga ik dus dit met poedercoat poeder bestrooien. Nou, ik ga het even voor mij neerleggen. Je gaat zien wat ik ga doen.
Ik ga ze zo neerleggen, zodat ik straks alles naar boven kan schuiven. Want poedercoatpoeder is relatief duur. En dat betekent dat we ook straks, zeg maar, via een plaatje, ik gebruik daar een van mijn mislukte visitekaartjes voor, zeg maar, wil redden wat er te redden valt aan poedercoatpoeder. Ik ga een handschoen aandoen. En ik ben benieuwd, want ik doe dit ook voor de eerste keer, hè, dat snap je. Daarom moet ik ook testen. Dus ik maak het doosje open. Ik pak een lepeltje, een plastic lepeltje. En ik ga wat poedercoatpoeder pakken. Ik deel dat een beetje. Ik denk dat we niet zo heel veel nodig hebben. Laat het maar erin staan overigens, want we hebben straks bij Snoopy natuurlijk weer het een en ander nodig. Bovendien gaan we de rest erin doen. Wat ik ga doen, ik ga met het plaatje ga ik het in de snede aanbrengen. En dat is gewoon een kwestie met het kaartje zo vaak eroverheen dat er zoveel mogelijk poeder in de snede zit. Ik vertelde in het begin al, ik heb natuurlijk deze poeder gekregen, waar ik dankbaar voor ben. Maar desalniettemin proberen we zoveel mogelijk te saven, want dit is best duur spul. 250 gram, er zijn al sowieso heel weinig firma's die het bij 250 gram leveren. Maar dan ben je toch al gauw wel een eurotje of 12 kwijt. Oké, we gaan het restant ga ik eraf wegen. Later kan je dit nog schoonmaken met een natte doek of zo. Of. Zo. Even de lepel erbij. Misschien kan ik het ook wel hier eventjes op doen. Hier nog even zoveel mogelijk van de poedercoatpoeder 7. Zo. Nou, ik leg dat hier op de platen naast. Dit gaat zo meteen gelezerd worden. Deze pak ik eventjes om het restant keurig netjes in het bakje terug te doen. En voilà. We hebben eigenlijk heel weinig verbruikt zoals je ziet. En er ligt nog wat poeder op, maar who cares. En we gaan nu naar de laser. Ik ga hem exact op dezelfde manier positioneren. En dan kijken welke setting de beste resultaten gaat geven. En dat ga ik je zo meteen laten zien. Opletten nu dat je nu natuurlijk de zaken gaat uitzetten die je niet nodig hebt. En de zaken aanzetten die je wel nodig hebt. We hebben nog steeds dat kader nodig van die T1. We hebben alleen niet meer nodig de lijn C11. Maar we hebben de 8 daarop volgende nodig. Dus we hebben de C0 nodig. De 1, de 2, de 3, de 4. De 5, de 6 en de 7. Die hebben we nodig en die gaan we nu gebruiken. Nou, we gaan dit laseren. Tja, de grap van het verhaal is, en dit is natuurlijk een flauwte in mijn laser en ik heb geen idee, ik moet gaan kijken waarom dat zit. Ik leg hem er op dezelfde manier op, maar je ziet dat hij twee cirkels lasert. Nou kan ik wel gelukkig een beetje herkennen van, omdat zeg maar er zat vrij veel groen op de plaat toen ik hem erop legde. Dus ik kan wel een beetje herkennen waar hij het beste lasert. Maar dit is natuurlijk niet goed, want als ik zo meteen Snoopy ga laseren en Snoopy heeft een paar millimeter off, dan ziet dat er niet uit. Dus ik moet 100% zeker zijn tot hij me op dezelfde plek lasert. Ik ga eens even kijken hoe ik dat oplos en dan kom ik bij je terug. Oké, de methode die ik nu gebruik heb is met een winkelhaak die ik al eens een keer eerder gebruikt heb. En dan gebruikmakend van de fire button, zodat ik zeg maar die fire button, dat lampje, precies links onder in dat hoekje bij die winkelhaak. En dat heeft gewerkt. Nu heb ik inderdaad de 8 rondjes op de exactzelfde plaats gelezerd. Ik ben alleen benieuwd nu naar het resultaat. En dat gaan we nu bekijken, maar ik ga eerst de poeder eraf halen.
We zien nu dat het nog niet 100% was. Je ziet aan de rechterkant zie je de cirkels iets verspringen, maar het gaat voldoende duidelijkheid geven. En ik kan nu alvast zeggen dat het met name die derde cirkel is die ik qua kleur er het beste eruit vind springen. Dus we gaan de settings gebruiken van cirkel nummer 3. Straks als we Snoopy voor de tweede keer met kleur gaan laseren. Alleen nu is het wel van belang dat we dat op een goede manier doen. En ik denk dat ik dit keer... in elk geval iets gaan regelen waardoor die plaat zeer zeker op de goede plek terecht gaat komen. Zo, nou Snoopy, het laseren van Snoopy nadert zijn voltooiing. Wat ik nu gedaan heb is dus die rechthoek gebruikt. En ik heb gezorgd dat met de fire button het lampje precies helemaal linksonder in het hoekje staat. En het is misschien moeilijk te zien, maar ik heb met een potloodje een markeringje aan de rechterkant onder in de hoek gemaakt. En ik hoop dat ik hem zo op die manier exact op de goede plek kan leggen straks. Als ik de groene powdercoat poeder erop aangebracht heb. Dat is even afwachten. We gaan eerst even Snoopy aflezen. Dan gaan we even koffie leuten. En daarna gaan we kijken of we Snoopy in kleur kunnen krijgen. Nog één ander dingetje. Zojuist hebben we die 8 rondjes gezien. Waarvan ik zei van het derde rondje is de juiste kleur. Ik kwam er later achter dat ik de 8 rondjes allemaal in dezelfde settings heb gedaan. Grappige is dus dat hij er wel goed uitkwam. En dat zijn dus de settings die hij nu ook gebruikt om Snoopy te laseren. En dat is 1500 mm per minuut bij 60% power. En dat zijn dus ook de settings waarmee ik straks ga werken met de poedercoat poeder. Want heel toevallig zijn die kleuren heel erg goed geworden. Je kunt dat nu misschien nog niet zo goed zien. Maar hopelijk straks als Snoopy klaar is en ook in poedercoat gelaserd is, dan ga je dat wel zien. 1500 mm per minuut, 60% power. Dat is wat we gaan doen straks. Maar ik moet wel enorm oppassen dat die plaat op exact dezelfde plek komt te liggen. En tot nu toe kan ik alleen maar zeggen dat dat waarschijnlijk het moeilijkste van het hele procedé is. Zo, inmiddels Snoopy klaar. Snoopy is nu voorzien van de groene powdercoat poeder. En nu is het dus heel belangrijk dat hij goed ligt. En volgens mij ligt hij nu goed. Ik ga nog even de fire button aanzetten. En dan gaan we beginnen met Snoopy te laseren. En gaan we straks het eindresultaat zien. Hier is het resultaat voordat hij gesneden gaat worden. Ik heb klaarblijkelijk duidelijk, doordat ik de vul optie heb gebruikt, wat te dikke lijnen gebruikt, zeg maar als het ware. Maar we zien duidelijk die groene rand. Ik ga hem eerst snijden. En dan gaan we dat iets beter bekijken. Maar ik kan je nu al zeggen, het gaat absoluut werken. Het heeft nog wat fine-tuning nodig. Maar werken gaat het zeker. Het is wat lastig te zien. Maar we zien de groene randen. Dus de grote vlakken, die zijn zwart gebleven. Daar ga ik nog wel verder mee experimenteren. Maar je ziet dat het dus werkt. Als je dus zeg maar echt een eenlijns afbeelding maakt, weet ik zeker dat je hier een groene afbeelding in krijgt. De settings die ik eerder genoemd heb, die 1500 bij 60%, ik denk dat het nog verder omlaag moet. Als we tenminste zagen hoe zwart de afbeelding was nadat die met de powdercoat poeder gelaserd was. Er komt dus nog een vervolg op deze video, waar ik dat iets verder uit probeer te kristalliseren. Maar voor nu denk ik dat het resultaat zeker is dat het werkt. Alleen er moet nog iets verbeterd worden. Ik hoop dat je het leuk vond zover. Tot de volgende video waarin we een beetje verbetering hierin aan gaan brengen. En dan zien we verder. Tot de volgende keer. Dag.